2014-2015 is voor PSV een geweldig seizoen. Voor hem Stijn Schaars een heel stuk minder. Speelde nog geen minuut in het eerste vanwege een blessure. Maar had op Stadhuisplein wel een emotionele toespraak. Sorry mensen, maar ik heb jullie fysiek geen plezier kunnen doen dit jaar. Dat doet mijzelf heel veel pijn, kan ik jullie vertellen. Maar één ding is zeker, deze groep die hier staat, die verdient de titel. Maar wie je nog meer verdient, dat zijn jullie. Jullie zijn de kampioenen. PSV is kampioen. Feest vieren met z'n allen. Kampioenen, kampioenen, kampioenen. Zo voel ik het. Ik voel dat ik niet mijn persoonlijke bijdrage heb kunnen leveren zoals ik zou willen. Maar dat mogen duidelijk zijn. Maar ja, het is gewoon geweldig. PSV, de supporters, die hebben hier veel te lang op moeten wachten. En we wisten waar we mee bezig waren. Daar zijn we 2 jaar geleden mee begonnen. Daarom ben ik ook naar PSV gekomen om kampioen te worden. Ja, dat we dat in ons 2e jaar bereiken, dat is gewoon fantastisch. En het is iedereen gegund die PSV een warm hart toedraagt. Je ziet ook wel, de fans gunnen het jou ook, hè? Ja, daar ben ik blij om en daar ben ik dankbaar voor. Want je moet toch vaak een aandeel hebben om ergens recht op te hebben. Maar blijkbaar heb ik toch vorig jaar laten zien dat ik uit goede hout gesneden ben. En ik gun het ze van harte en PSV is een geweldige club. En de supporters die moeten het gewoon heel groots vieren. Gisteren hield je een beetje afzijdig bij de huldiging, in ieder geval vlak na de wedstrijd. Vandaag niet zo? Nee, maar gisteren was het natuurlijk ook nog heel dubbel en van ja, hoe moet je dat dan vieren? Maar vandaag wist ik wel van, ik heb het al een keer meegemaakt natuurlijk met AZ, maar ook in 2010 met het WK terugkomst. Als er veel mensen bij elkaar komen wat dat teweeg brengt en die emotie en die vreugde, ja, dan moet je gewoon vieren samen, dat kun je niet inhouden. Ik ga lekker samen vieren. Doen we. Dankjewel.